Leuk dat je weer kijkt naar deze korte video's. Namens de Bijbelse Bron willen we ons bezighouden met een aantal thema's uit het christendom. En deze keer wil ik het hebben over toewijding. De vorige keer zei ik al dat ik 10 korte video's ga maken over de 10 grootste misverstanden in het evangelisch christendom. En deze keer wil ik het graag hebben over het onderwerp toewijding. Want wat hoor je namelijk heel vaak zeggen? Dat als jij alles toewijdt aan de Heere God, al de deuren van je hart openzet, alle kamertjes toegang geeft tot de Heer Jezus, dan zul je de volle zegen ervaren en dan zul je ook vervuld worden met de Heilige Geest. Een aantal stappen die je moet zetten, die je moet ondernemen, je zonde belijden, alles overgeven aan Hem. En dan zal Gods geest jou vervullen. De vraag is alleen of dat ook echt is wat de Bijbel leert. En het idee komt natuurlijk vooral uit Romeinen hoofdstuk 12. Want daar schrijft de apostel Paulus: ik roep u er dan toe op, broeders, door ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden. Lichamen aan God toewijden is een oproep van de Bijbel. Dat klopt. De vraag is alleen, wat komt eerst? Toewijding? En dan de zegen? Of eerst de zegen en dan de toewijding? Als we het vers nog eens een keer goed lezen, dan staat er dit. Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God. Paulus had 11 hoofdstukken lang in deze brief geschreven over de ontfermingen van God. En na die 11 hoofdstukken zegt hij: en nu, broeders en zusters, roep ik jullie op, nu jullie deze zegen kennen, de ontfermingen van God, om als een gevolg daarvan je lichamen toe te wijden aan God, als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst, uw verstandelijke godsdienst. Romeinen zegt ook in hoofdstuk 6, vers 14, de zonde zal niet over u heersen, want je bent niet onder wet, maar onder de genade. Er staat eigenlijk onder wet. Wat is wet? Wet is het principe dat ik iets doe en vervolgens ontvang ik daar zegen van. En Paulus zegt tegen de Romeinen, dat waren heidense gelovigen, er waren ook Joden bij, daar schrijft hij ook in hoofdstuk 7 aan, dat ze niet meer onder de wet zijn, de 10 geboden. Maar voor de mensen niet uit Israël, zegt hij, je bent niet meer onder wet. Je bent niet meer onder het principe dat jij iets moet doen, jezelf toewijden aan God, om vervolgens de zegen te ontvangen. Nee, door de ontfermingen van God. En wat zijn die ontfermingen van God? Dat je onder de genade bent. De genade van God is verschenen, zegt Titus 2, vers 11. En hoewel ik de eeuwige dood verdiend had, doordat wij allemaal gezondigd hebben en allemaal in opstand gekomen zijn tegen God, heeft Hij, om niet door het geloof in het bloed van de Heer Jezus, alle mensen die dat geloven, gerechtvaardigd en gezegend met alle geestelijke zegeningen. Die ontfermingen, God zo leren kennen, zorgt ervoor dat wij onder genade zijn. Niet meer onder wet, niet meer onder je moet die en die stappen zetten en dan zal de geest je vervullen. Nee, de zegen is gegeven. De genade van God is verschenen. Het enige wat jij en ik nodig hebben is het geloven. Geloof in het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Hij die zichzelf gegeven heeft. Hij die geen zonde gekend heeft. Heeft God voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden Gods gerechtigheid in Hem.
Wij, gelovigen, hadden niets verdiend. Ja, de dood. God heeft vanuit zijn ontfermingen ons gezegend vanuit zijn soevereine genade. Dat te zien, dat te leren kennen met je hart, betekent dat ik mijzelf ga toewijden aan God. Maar het is niet andersom. Het is niet eerst mezelf toewijden en dan volgt de zegen. Ik hoop dat je gaat zien wat de Heer Jezus voor jou gedaan heeft, in welke grote genade de God nu van alle genade, 1 Petrus 5 vers 10, wat Hij in zijn genade aan jou heeft gedaan.